Ja, dank u wel. Ik hoorde hier Heerma een aantal keren zeggen, ja, er is sinds het coalitieakkoord is er gewoon van alles veranderd, hè, in de wereld en hier, en het is heel veel veranderd. En nou goed, daarom zijn we tot een ander inzicht gekomen over 2030, wat niet heilig is. Dat, zo vat ik het, denk ik, goed samen. Maar ik ben dan wel benieuwd, wat is er precies veranderd vanaf wanneer dat het CDA tot een andere conclusie komt? Wat is dat wat er veranderd is? Er moet een moment zijn geweest dat CDA heeft gezegd van, ja nee, maar dit is nu. Nu gaan we die stikstofdoelen 2030 niet meer heilig verklaren. De heer Heerma. Wat betreft de perspectiefbrief gebeurde dat hier in het debat ook al. Vrij kamerbreed dat het op deze manier niet gaat. Ik heb toen zelf ook voor een kamer aangegeven dat ik vind dat er aanpassingen moeten komen.